Ergens, in zomaar een stad, in zomaar een wijk, in een groot antikraakpand zit een heel bijzonder bedrijf. Een fietscouriersbedrijf is het, maar ook een vrijplaats voor een stel dagdromers. Want zo soepeltjes als de koeriers hun vracht door de stad trappen, Jezus. Zo hobbelig is hun eigen leven. Dag in dag uit worden zij erop uitgestuurd door de oprichter en spil van de zaak, de onvermoeibare Stanley. Maandagochtend. Een dag als alle anderen bij Stichting Fietscouriers. Een drukke dag. Oprichter Stanley, die na een val uit een boom al van kinds af aan zijn eigen benen moet missen, is alweer vroeg op de zaak. Ben je al wakker? Ja hoor. Okay. En daar is... Zou je naar de zaak willen komen? Martijn. De boekhouder en Stanley's rechterhand. Zie ik je zo, ja? Oké, hoi, hoi, bedankt. Hoi, hoi. Bel je hem vaak op? Ik bel hem elke dag op. Hij heeft een beetje problemen met slaapritme. Hoi, Nanne. Vertel hem even zijn route, Stan. Je hebt dan die... Ik ben ook moe en ik heb koelpijn, die zeggen het maar even. Nieuwe zijds? Dat had ik al gezegd. Ja, we kunnen ons allemaal gek gaan maken met de kleine dingetjes die we voelen. Kun jij die nemen, Stan? Sorry. De boel komt in beweging en de koeriers rijden kriskras door de stad met alles wat de moderne mens maar nodig kan hebben. En meer. Pottenverf, ontslagbrieven, harde schijven, tandprotheses, meubels, planten, vuile was, schone was, opgezette dieren en vooral wijn. Heel veel wijn. Door weer en wind zwermen ze uit over een stad die grote tegenstellingen kent. Goeiedag meneer. Dankjewel. De koeriers vormen een bond gezelschap. Neem nou Max, een meubelmaker, die de dag graag afsluit met een jointje. Soms eerder dan Stanley zou willen. En Rolf, een gesjeeste rechtenstudent met zijn wortels in het gooien. Nanne, zanger in een rockband met encyclopedische kennis van Romeinse keizers. Of Bernard, een schrijver en romanticus, die van zijn boeken alleen niet rond kan komen. En niet te vergeten de Poolse Mathieu, die het ratelen van een goed gesmeerde ketting het mooiste geluid van de wereld vindt. Goedemiddag, de Leeuw. Hi, met Stan van de fietscourier. Hey, tot hoe laat heb ik voor de restaurant de kas? Tot hoe laat je, hè? Ja, tot hoe laat kan ik hem leveren? Als het kan, voor 3 bij de kas. Oké, ik ga mijn best doen. Dank je. Groetjes daar. Doei, doei. Ai, ai. Oké. De planning geeft Stanley steeds meer stress. Mr. Slunkiewicz, good morning. I was a bit annoyed in the morning. I was a bit annoyed at 9 a.m. in the morning. I told you to pick up the shipment on time. Really on time at 9 o'clock. I called you 2 times yesterday. You didn't call me, you was upping me. Yeah, but I told you to be at Books at 9 o'clock. Het is niet dat de koeriers hun best niet doen. Maar het is fysiek zwaar werk en onvoorspelbaar. Ik denk
lijst te zien. Mannen, dit moet naar Fit Gebit, niet naar ons. Klanten zijn grillig. Oké. Dus deze moet ook naar hun toe. Van Stanley, man. Maar... Ja, dit heeft Stanley dan net handig gedaan. Oké, okay, goed. Hij moet er wel voor 12 zijn, dus je moet... Oké, okay, binnen een uurtje of zo. Oké. Okay. Ja. Ja, oh, ja. Wat, het gaat niet goed, hè? Max maakt er echt een zooi van. Wat is er? Hallo, wat is er? Alright, dank je. Joep, hoi hoi. Dat vreet allemaal onnodig veel tijd, die prutser. Nee, dat is niet handig. Max heeft vandaag al een paar steken laten vallen. Ja. Maar daar heeft hij een goede reden voor. Er zijn nog meerdere dozen hier. Pak die, doe die Apollo aan, maar dan zien we het zo wel. Hoi hoi. Hoi Max. Knallende koppijn. Mezelf al bijna twee keer voor de auto gegooid vandaag. Niet zoveel zin om met de verkeerde mindset op de fiets te zitten. Kom maar lekker naar huis, dan horen we straks. Ja, ik hou het goed. Ik beter schat. Zo, we hebben een probleem vanmiddag. Kun je stellen, ja. Huh? Yep. Dan doen wij het werk weer. God almachtig. Fantastisch allemaal. Dan zou ik je aanraden om dingen van de bakfiets af te halen. Ik moet echt mijn aandacht erbij houden, want ik zit een adres uit een route te halen en weer in een nieuwe route te zetten. Hmm. Het ziet er naar uit dat we een pittige middag krijgen. Ja. Met de decembermaand in aantocht wordt het al maar drukker. Dus ze kunnen eigenlijk niemand missen. Eindeloos veel spullen komen binnen die allemaal zo snel mogelijk moeten worden weggetrapt. Hang maar. Ik bel je zo terug, Joop. Ga ik even bellen met Edel. Steeds vaker moet Stanley zelf bijspringen in zijn kleine wagen. Ja, maak het maar stuk. 20 dozen wijn gaan erin. 20 dozen wijn. Er is iemand ertussenuit gevallen. Hij is ziek naar huis. Koerier. Dus ik moet even bijspringen. En nu komt er een koerier straks naar de klant toe om me te helpen lossen. Omdat het zelf voor mij moeilijk is. Het gebeurt mij net te vaak, eerlijk gezegd. Maar ja, drukte is goed. Kom hier. Hij is er. Hey man. Hey. Ja, ga maar. Deze zijn zwaar. Niet iedereen bovenop. Nee, deze is te zwaar. Weet je, nou, doe er dan een witte bovenop. Oké. Ja, oké dan. Niet goed voor je rug. Nee, weet ik. Het is niet anders. Uiteindelijk zijn alleen Martijn en Stanley nog over om de laatste ritten van de dag weg te werken. Had hij aangegeven hoeveel tijd... Het is weer 8 uur geworden. Eroverheen ging voordat het... Veel te laat. Nee, niks aan halen. Dan mag je nu naar huis. Jij mag er niet naar huis? Nou, ik ben er ook helemaal klaar mee met de dag. Martijn die moet nog 2 ritjes, denk ik. Ik weet het niet zeker. En dan spoedjes nog. Nog 2 spoedjes en dan zijn we klaar. En ik ga zo, we zijn nu de dag aan het afsluiten. Stanley doet het niet alleen voor de centen, maar ook om mensen die soms moeite hebben om mee te draaien, een kans te bieden. Net als hij zelf, vroeger. Eenmaal thuis is het werk nog niet klaar. Het is al 11 uur 's avonds.
Ja, ik ben altijd bezig. Stan. Ja. Wat, ik bedoel, je bent zo bezig met je bedrijf, hè? Ja. Waar komt dat vandaan? De drive? Ja. Ik denk dat ik die de drive van mijn ouders heb. Om gewoon constant bezig te zijn. Maar ook om je dag gewoon op een nuttige manier in te delen. En elk moment van de dag dat je eigenlijk nuttig iets kan doen. Dat probeer ik ook. Tegelijkertijd is het voor mij ook heel moeilijk om daar een balans in te vinden tussen rust pakken en werken. Ik probeer met de stichting eigenlijk mensen te laten zien dat ze niet bij de pakken moeten neerzitten. Het is een beetje mijn kindje. Hier heb ik 5 jaar samen met mijn collega's energie in gestopt. Om daar een mooie stichting van te maken. Dus ik hoop van harte dat het blijft voortbestaan. Roetje Vogel. Okay. Worstelend tegen de slaap wordt de laatste klant nog gebeld. Stanley voelt dat het zo niet langer kan. Hij neemt een besluit. Hij houdt er niet van, maar er moet vergaderd worden. Ahad. Ahad. Hi, collega, goedenavond. Ja? Mag ik Martijn via? Nee, hij moet gaan fietsen. En je prijzen worden verhoogd, dan weet je dat alvast. Welke prijzen? Ja, die prijzen, die distributieprijzen van jou, die gaan... Nou ja, bij jou is ook net als bij Mediamarkt. De kwaliteit gaat achteruit en de prijzen gaan omhoog. Repareren doen we ook niet aan. Martijn? Zeg eens. Die jongen gaat, hij slaapt bijna niet. Hij stuurt gewoon echt appjes en dat soort zaken midden in de nacht, 2 uur in de nacht. Ik maak me zorgen. Ah, bemoei je met je eigen zaken. Pas op, hè. Okay, ik hou van je. Tot snel. Fijne avond, maatje. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Het is het einde van de dag en met zware benen zakt iedereen op de bank. Hey, heren. Ik heb nu een beetje het gevoel dat we allemaal wat aan het doen zijn. En dat de samenhorigheid een beetje aan het zoeken raken is. Dus vanuit daar wil ik gewoon, voordat we de drukke maanden ingaan, ook de koppen bij elkaar steken. Er is altijd heel veel gerommel binnen de groep. En het gerommel ontstaat doordat mensen te laat komen. Mensen te veel loze ruimtes creëren tussen hun ritten. Als je niet gemotiveerd bent om te werken, dan vind ik dat je ergens anders verder moet. Oké, wat mij een beetje tegenstaat is het feit dat het niet op tijd afkomt of dat het te lang duurt of dat niet alles wat wordt aangeboden kan worden afgemaakt, dat wijt jij altijd aan de fietsers. Ja. En niet aan, ten eerste niet aan het feit dat er eventueel te veel wordt aangenomen. Ten tweede, dat er misschien te weinig fietsers zijn. Nee. En het moet zo efficiënt worden dat iedereen constant aan het werk is zonder dat er nog enig moment rust is. En dat is de enige manier om het, goed af te schrijven. Als ik jou vanaf 9 uur betaald om te fietsen tot 5 uur en je komt om 9:10 binnen. Als je 4 couriers hebt op de loonlijst en alle 4 pikken al in de ochtenduren 20 minuten af. Dat is op jaarbasis gigantisch veel. De meeste gasten die hier fietsen, die trappen zich echt het schoppers. Ja. Weet je. Volgens mij weiger jij nooit een klant. En dat siert je in het, die het, zin. Het rare ervan is, ik neem ritten aan om jullie te onderhouden.
wanneer het op aankomt, dan heb ik het gevoel dat ik geen... dat ik niet mensen achter me heb staan. En dat is gewoon een kutgevoel. Jullie hebben op het moment dat het erop aankomt, hebben jullie allemaal afspraken. Ik vind dat als we met 4 man zitten en ik moet tot 21:15 s'avonds rijden om die enveloppen in de brievenbus te doen. En ik zeg je eerlijk, dat deed me heel erg veel pijn om met mijn manke poot alle grachtengordels te gaan klimmen en trappen te gaan klimmen. En dan denk ik bij mezelf, ja, voor wat doe ik het? Oké, okay, één puntje. Ik heb een etensafspraak. Ja. Goed, ik ga er vandoor. Nee, jij blijft. Ik heb je gezegd dat het een verplichte vergadering is. Ik heb nog wat punten. Ja, donder en vol. Dat heb ik al aangegeven. Oké, mag ik even wat zeggen? Want als je 8 uur lang met je lichaam moet fietsen... Ja. En het is gewoon een drukke dag. Gewoon een drukke dag. Ja, weet ik. Dan ben je kapot om 5 uur. In jouw geval ja. Is het zo dat het je hele leven... Nou, dat is niet mijn leven. Maar jullie maken het mijn leven doordat ik... Nee, maar nou gooi je het bij ons. Maar uren draait van hier tot Tokio. Dat vind ik dus niet rechtvaardig. Ja, de mensen die zich aangesproken voelen, so be it. Maar ik geef het gewoon aan in de groep. Ik spreek iedereen erop aan. Iedereen die een goed hart heeft en met deze stichting meedenkt, die ziet wat mijn ideeën zijn. Ik wil niet als een soort opperhoofd hier lopen om te zeggen van... ja, jij moet dit doen, jij moet dat doen. De meeste... Point and case. De meeste die kunnen dat gebruiken. Stanley is er trots op dat ze hier hun eigen wereldje hebben gecreëerd. Maar waarom dan die ongemotiveerde houding bij de anderen? Hij zal zelf met een oplossing moeten komen. Want de drukke decembermaand hijgt iedereen in de nek. Hij heeft ook een plan. Meer personeel. Ik vond het wel overzichtelijk dat er staat... is jouw fiets een verlengstuk van jouw lichaam? Word dan fietscourier bij Fietscouriers Amsterdam. Je houdt je bezig met het afleveren en ophalen van pakketten bij de klant. Klinkt een bruto uurloon van bla bla bla. Goed in je oren, lees dan vlug verder moet dat zijn. Ja, inderdaad. Ja. Lees dan vlug verder en vergeet niet te solliciteren. Mm-hmm. Dit is toch mijn tweede thuis. Klinkt raar, maar ik kan niet zonder... Ik kan niet meer zonder dit bedrijf. Ook al hoe moeilijk deze mensen het me elke dag maken, maar ik had geen andere leven kunnen kiezen. Toch, Nan? Ook al slaan we elkaar de hersenen soms in, maar we weten wat we aan elkaar hebben. Ik weet nog, daar zat ik zo op de scootmobiel, zo. Die doos, die stuur van die scootmobiel zo. En die 6 dozen tussen mijn benen. En je had nog geen bakfiets toen? We hadden geen bakfiets toen. Ik heb jou ook nog wel moeten aanduwen. Klopt. Dan, ik was leeg. Ja, klopt. Ik heb je ook wel eens het Vondelpark uitgeduwd met de scootmobiel. Ja. Met de scootmobiel, hè? En dan, wie was dat nou weer? Was Mathieu dat? Wie duwde me met zijn voeten? En dan had hij 1 voet op de pedaal en die andere voet tegen mijn hoofdsteun aan. En die zat me zo te duwen. Ja, Mathieu was het. En die zat me zo naar huis te duwen, want mijn batterij die was helemaal leeg. Heb je ook een pen bij je? Nee, pak hem wel. Schiet je op? De kameraadschap is echt. Maar de dromen van Stanley en die van de andere koeriers lopen flink uiteen. Een brasa geven. Ja. Oké. De meesten zijn er toevallig ingerold in dit zware werk. Mathieu fietst al 15 jaar als koerier. Eerst door het Poolse Krakau, nu door Amsterdam. Maar inmiddels droomt hij van heel andere dingen. Start my own business. To move on with my life. To finally stop being a bike messenger after 15 years. Sorry, it sounds funny, yeah?
I'm doing it for too long. It's like definitely too long. Nanne heeft vandaag de bloems. Weer een dag in de fuik van het werkende leven. En het is ook nog allemaal advocaten en expats wat de klok slaat vandaag. Het is dat het werk hem inspiratie oplevert. Riding my bike through the shitty old town. Going to hell, I don't know where I'm bound. But I don't care, my legs will bring me there. Under a roof because it's pouring with rain. I check my phone, where am I going again? Just for a while, I got to be there in time. En dan komt de regel waar ik nog wel het meest trots op ben. Dat zag ik toen op de telefoon. Kijkend naar buienradar. The rain will stop at 10 o'clock, it said. But it will start again 10 minutes after that. Dat zag ik zo letterlijk op mijn telefoon, weet je wel. Dan denk je, ah, over 10 minuten stopt het met regenen. En dan zie je de volgende regel. Het staat precies de tijd, 11 uur 35 of zo, weet ik veel. Stopt het met regenen. 11 uur 45 gaat het regenen. Dus dat had je maar een heel klein pauze in klote weer. Ik vind je naar huis, ik ben toch ziek. Door zieke, zwakke en misselijke koeriers moet Martijn al de hele middag bijspringen met het rijden van ritten en allerhande klusjes. Eigenlijk zou je hele andere dingen moeten doen. Als je s'avonds thuis in je bed ligt, denk je toch nog steeds aan die ritten? Meer aan de administratie. Het neemt zoveel tijd en energie in beslag dat het inderdaad wel in je hoofd blijft spoken. Moeilijk om het helemaal los te laten. So, you have to pick, you have to pick Northern Mark and you have to pick Anders. Yes. So you go to Northern Mark. Please, let me finish. There is not on time, but yeah, I don't. It's on time. No time to I'm waste. I'm not gonna rush myself. I know, but if you leave now, you have plenty of time. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Dank, dank. Hoe gaat het? Fantastisch. Fantastisch? Hoorde ik Mathieu net schelden? Dat hoorde ik ook. Hij zei toch fuck you? Ja. En Nanne was helemaal doorweekt. Ja, en dat hebben we de hele dag gehoord. Laura. De bovenbuurvrouw van Twee Hoog. Stanley's muze. Sinds ze vorig jaar vroeg of ze haar auto mocht stallen op de zaak, is ze er vrijwel dagelijks te vinden. Ze heeft zelfs haar eigen hoekje mogen inrichten van Stanley. Toen liep ik naar binnen. Toen vroeg ik aan hem, is het oké als ik mijn auto hier even neerzet? We kunnen ook iets verzinnen dat ik je betaal maandelijks. En dat ik als een soort parkeerplek, dat het fungeert. En ik weet nog dat hij me echt zo heel denigrerend aankeek. Een soort van beetje van top tot teen. En toen zei hij, ik hoef jouw geld niet, zei hij tegen mij. Toen dacht ik, ja, wat een onaardige man is dit. En toen zei hij, ik zorg dat er morgen een sleutel voor je ligt. En je kunt hier altijd terecht. Soms ervaart Laura de wereld als een stressvolle, overweldigende plek. Maar gek genoeg heeft de hectiek van de zaak op haar juist een kalmerende werking. Ik had even een soort van dwangaanval. Dit moet ook nog even. Het is een plek. Het is een plek die heel veel is. Heel veel woede en heel veel liefde en heel veel lachen. En ook, er worden ook echt tranen gelaten, weet je wel. Maar ik kwam daar heel goed.
ik kan me daar heel goed in mengen. En ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. En ben ik heel blij dat er onder mijn huis een soort klein universumpje is. Ja, waar ik altijd terecht kan en helemaal mezelf mag zijn. Op een stil momentje moet Stanley iets doen dat hij ingewikkeld vindt. Voorbereidingen treffen voor een banenmarkt om nieuw personeel te werven. Ja, ik heb je gemist. Ja, goed om je weer te zien. Ik jou ook. Gelukkig heeft Laura aangeboden om te helpen. Goed om je weer te zien, liefje. Het lijkt wel alsof ze alles lichter maakt. Het werk en eigenlijk ja, het hele leven. Sta je daar alleen? Ja. Okay. Eigenlijk wil ik gewoon daar naartoe gaan en gewoon niet voorbereiden. Ik haat dat. Ja. En gewoon vanuit mezelf gewoon te vertellen. Ja. Vind je het leuk als ik er even ben morgen? Gaan we samen? Maar die mensen gaan dus pitchen. En dan kan jij volgens mij zeggen van, nou, ik zie jou wel zitten als werknemer of zo. Hey, alles goed? Ja, met jou? maar wat verwacht je nou? Wat verwacht je precies van mij zo meteen? Dat je hem een beetje ondersteunt, net zoals je eigenlijk altijd doet in het leven. Oké. Okay. Mijn chaperone. Huh? Mijn chaperone, waar dan even hoor. Ja, we gaan echt jouw knieën leren gebruiken, want dit nee. Is echt, dit kan echt niet meer, Stanley. Nee. Ja, Jezus, je liep wel een pingwing. Je weet ik. Ik zei toch misschien wel iets meer mee. Nieuw op deze banenmarkt, hartelijk welkom de fietscourier. Dank je. En ik hoop veel aanmeldingen voor jullie. Stanley, nee. Ja, de fietscourier. Laura gaat. Een applaus alsjeblieft. Laura gaat. Hi, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Laura. Wij staan hier namens Stichting Fietscouriers Amsterdam. Een wat mij betreft een fantastische plek waar we mensen bij elkaar brengen die pakketjes distribueren door heel Amsterdam. Hoi, ik ben Louis. Ik ben 27 jaar oud. Ja, en wie ben ik? Ik heb sterkunde gestudeerd. En wat zou je het allerliefst willen doen, Louis? Ik ben ook geïnteresseerd om in een groot bedrijf te werken. Hi, goedemiddag. Hi, ik ben van Zorginstelling Azoma en zij werken met de doelgroep LVB. Vertel het me, wat LVB zijn mensen met een licht verstandelijke beperking. Ja, nou ja, fantastisch. Ik bedoel, dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom wij hier vandaag zijn. Ja. Wat ik me afvraag, moet jij nou echt een fietsliefhebber zijn? Moet je een fietsliefhebber zijn om bij ons te werken? Want je moet in weer en wind toch dit werk doen? Ja, ja. Ja, dat is het voornaamste. De ene dag schijnt de zon en de andere dag de hele dag regen. Dus daar moet je ook tegen kunnen. Het is een leuke baan. Een leuke baan. Wat verdient het dan? Als gemiddeld gewoon wat verdient? Het hangt vanaf. Je krijgt gewoon een maandelijkse loon waar je voor werkt. Je kan het ook gewoon als een soort deeltijdbaan doen. Zeker. En het is absoluut niet zo dat we een halve dag per week. Terwijl werkzoekers en werkgevers elkaar proberen te vinden tijdens de speeddates, zit Stanley met zijn gedachten heel ergens anders. Ben je aan het doorhof? Sudoku. Doe je dat altijd? Of
Ja, sudokus of kruiswoord. Er staan ook andere puzzels in, maar die vind ik niet leuk. Rolf, de Gooise oud-rechtenstudent, heeft eindelijk een moment van rust. Wat zijn jouw ambities voor komend jaar? Ik wilde dit kalenderjaar 20.000 fietsen. Nou, dat vond ik wel leuk. Mijn ambities. Uiteindelijk gewoon een normale baan vinden. Misschien naar het buitenland, ik weet niet, zoiets. Wat versta je onder normale baan? Dat je niet de minimumloon verdient. En niet in de regen hoeft te fietsen. Althans, ja, ik vind het wel fijn om buiten te zijn, maar in de winter met regen en ijzel en sneeuw op de fietsen waar we op fietsen, dat is toch niet echt iets waar je lang mee bezig wil zijn. Het is wel leuk voor een periode, want je leert de stad wel echt heel, heel goed kennen, op een hele andere manier ook. En je komt ook overal. Dus dat is echt heel leuk, maar ja, het is geen baan voor een toekomst of zo. Dus, Hoe lang doe je dit al? Te lang. ik denk nu 4 jaar, zoiets. Ja. Maar ja, het is heel makkelijk. Althans, iedere keer denk ik, deze winter stop ik ermee en dan ga ik toch weer door. Dat is, je stelt dingen voor je uit en van uitstel komt afstel. Dat is een beetje het gevaar. Zit je ermee? Ja, ik zit er wel mee. Ja. 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 Dag, sterke man. Zeg, zou jij dit voor me willen openmaken? Het is zo moeilijk, die flesjes. Geen probleem. Kijk, hoe makkelijk gaat dat? Nou, hoe is het mogelijk? Ja? Ik ben toch zo blij dat jij hier zit. Kom je hier vaak, Pia? Ja, heel vaak. Wel een paar keer minstens in de week. Wat ik dan leuk vind. Ik heb geen man meer en het is hier gezellig. Je beleeft hier nog eens wat. Overbuurvrouw Via is niet de enige buurtbewoner die kind aan huis is. Soms lijkt het wel een zoete inval. Hey, hallo. Kom jij ook even binnen? Ik kom ook even binnen. Ik ben naar de markt geweest. Dank je. En ik heb normale tomaten voor je, maar ik heb ook dit. Wat is dat? Gele. Oh, lekker. Ja. Tomaten en ik... Nee, dit is Stanley's favoriete moment van de dag. Niet het werk, maar hij zelf staat in het middelpunt van de aandacht. Weet je eigenlijk hoe het is ontstaan dat we elkaar zo goed kennen? Je vond het vervelend om elke keer het blok om te lopen, dus nam je hier een korte weg door het pand. Ja, dan was ik sneller aan de andere kant. Ja. Hij kan wel heel ondeugend lachen, maar... Hij is een dwingeland, hoor. Je moet precies doen wat hij wil. We hebben daar wel eens een kleine woordenwisseling over gehad. Ja? Ja. Zijn koeriers, die waren ergens naar binnen gegaan. En toen hadden ze niet goed gesproken met de receptioniste. Ja. Ik was doodsbang hoe die tekeer ging. Martijn ging ook eventjes weg naar buiten. Ja. Want hij was echt... Hij ging te veel tekeer. Ja. Dat mag echt niet. Ja. Al die onschuldige, lieve jongens die zo hun best voor jou doen. Ja, weet je, we hebben allemaal onze ditjes en datjes. Maar ja, zo ben ik. Ja, maar mensen zijn niet zo ideaal als jij wil dat ze zijn. Nee, dat merk ik. En medewerkers... Die zijn toch meer met hun eigen dingen bezig. En die moet je voor rustig trainen. Maar jij bent dan zo opgewonden. Ja. Ik vind het heel goed dat je zegt wat je... Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik zeg het ook, hoor. Ja, jij zegt het. Ja, ik ben 49, maar nooit te oud natuurlijk om te leren. Morgen ben je jarig. Ja. Heb je er zin in? Nee.
Ja, goed altijd om een dagje ouder te worden, maar ouder worden... Ja, sommige mensen worden het niet, hè? Nou, ik ben er maar wat blij. Nou, zo is het. Dat ik 87 ben geworden. Absoluut. Ja. Ja, ook blij zo... dat ik lekker ouder ben dan jij, Stanley. Jij kan me niks meer bijsmaken, want je bent zo'n dominante man. Dat zijn, oh jee, dat zijn gezonde leeftijden. Hallo. Hey, Nonna. Hi. Hoi. Hoi. Welkom. Ja, vindt dat Stanley soms te hard is voor de couriers. Wil je proeven? Oh ja, Dave schoot gelijk in. Hé, hey, ja. Hou op met die onzin. Wil je proeven? Wat is het? Ja, dan gaat hij... Nou, ja, wel aardig zijn. Is het een aardappel? Is het nee. Oké, okay, ja, ik heb mijn bril nu op. Dat is goed. Nee, dat het is een druif. Nee, het is geen druif. Wat is het dan? Dat dachten we. Cherry tomatoes uit Marokko. Goed. Ja. Vind jij het een leuk idee om een liedje te spelen vrijdag? Vrijdag? Ik dacht, als jij nou even één nummer uitkiest wat je bij Stanley vindt passen. ik heb wel een nummer, ja. Ja. Is goed, joh. December komt met rassen schreden dichterbij. Maar niemand heeft gereageerd op de vacature. En ook de banenmarkt heeft geen nieuwe krachten opgeleverd. De kleinste tegenvaller kan de hele planning in de war schoppen. Wat zit hierin, man? Goudstaven? Wat is het? Moet je kijken. Het zijn er iets van 15 of zo. God allemachtig. Wat de fuck is dit? Nee, dat kan je niet te laden, joh. Ja, ik kan het wel proberen, maar dit is... Nee, maar dit is... Alle Jezus. Dit is too much. Dit is gewoon... Wat de hell is dit? Dit gaat echt per 4 of zo. Zet. Fietscourier Amsterdam is dan niet goed, hè? Die jongens moeten gewoon nu aan de gang blijven. Vanwege de kerst. Er zit een beetje klem in onze planning. En ik weet nog niet hoe ik het moet oplossen. Jij gaat Edus Real Estate doen. Nou, met welke bakfiets? Ja. Linksom of rechtsom. Het gaat niet werken. Oh. Oh. Hoofdpijn. Het mag niet morgenochtend of zo. Nee, ze moeten het vandaag hebben. Het wordt spannend. Hoofdpijn. Oh. Nou ja, als Max kan misschien ook die beker doen. En dan neem ik die bakfiets van Bernard over om die Edus te doen. Max en overwerken, dat zijn twee dingen die niet samen gaan. Okay. Ja. Ik heb geen zin om in de decembermaanden vermoeiende gesprekken met couriers te voeren. Als ik weet hoe ze zijn. Hallo. Hey, hoe laat denk jij dat je die houtmankade redt? Ik denk dat ik een kleine 20 minuten ben of zo. En dan moet je nog terugkomen? Ja. Ik heb namelijk nog een ding wat naar Baker en McKenzie toe moet vanaf de zaak. Ja, weet je kut, maar ik heb met mijn zus gesproken. Die is dus positief getest voor corona. Oké. Okay. Dus ik ben een beetje op mijn hoede en eigenlijk wil ik straks gewoon echt gelijk naar huis om even een paar zelftesten erin te gooien. Dat ik ook gewoon met de stopneus aan het fietsen ben enzovoorts. Oké. Okay. Is goed. Hoi, hoi. Hoi. Ik zei het je toch? Ik ken mijn mensen. Ja, maar hij is gewoon, dan is hij 4:30 daar klaar en hij is net weg, dus dan, ja, oké. Okay. Ja, bedenken we wat. Is die lading groot? Oh, ik word oud.
Dat is die Edith. Dat is die professor Tulp. Nee, dat is... dat is hetzelfde, toch? Nee, dat is professor Tulp en dat is... Beker, ja. Hoe gaan we dat nou doen, Ro? Nou ja, als Max een beetje meewerkt, dan kan dat prima zo. Hoofdpijn. Hoofdpijn. Ergens weet Stanley wel dat het blussen van kleine brandjes geen duurzame oplossing is. Maar hoe zorg je voor orde als elke dag een nieuwe chaos wacht? Op je werk, in je hoofd of in de wereld om je heen. De avond valt over de stad en een ander type koerier neemt het over. Ja. En Stanley, gelukkig wacht morgen een mooie verrassing.